Lukt het je maar niet om af te vallen? Lukt het je plots niet meer om nog verder af te slanken? En komen die cravings altijd terug de kop opsteken? Dan is dit misschien de reden. Hallo, mijn naam is Tanja Hebrecht en ik ben wellnesscoach. En ik help dames met tips en advies om weer te gaan stralen. Om meer blij te worden van wat en wie ze zien in de spiegel. En elke dag ontmoet ik dames die mij zeggen... Het lukt mij niet meer om af te vallen. Of ik blijf hangen en ik raak niet meer onder dit gewicht. Of ik blijf maar die cravings ervaren en dat weerhoudt mij om gezonder te eten, gezonder te leven. En vaak grijpen ze dan naar het eerstvolgende dieet dat op hun pad komt. Ze kopen een boek en ze gaan ermee aan de slag. En of ze gaan... Hey Sabine. En of ze gaan... keihard beginnen sporten, ze schrijven zich in de fitness of ze halen een start to run boven en ze bellen een vriendin en ze beginnen weer te lopen. En dan gaat het meestal een tijdje goed. Maar dan gaat het snel ook weer fout. Want die vriendin waarmee ze zijn gaan lopen, die haakt af om een of andere reden en ze komen in zoveel verleiding en kunnen dan plots niet weerstaan en poef, het hek is van de dam en het is weer allemaal om zeep. Mijn advies is, kijk eens verder dan alleen maar dieet en sporten. Mijn idee is, kijk eens verder naar de wetten van de gezondheid. Er zijn een aantal wetmatigheden in onze gezondheid. En ik heb ze eens opgelijst en het zijn er 8. En vandaag wil ik jullie graag meenemen met eentje daarvan, dat volgens mij... zo een belangrijke is. En dat is slaap. En ik bouw daarmee een beetje verder op de vorige video die ik heb opgenomen met mijn dochter, met het sprookje van Assepoester, waarin een heel belangrijke gezondheidsboodschap verscholen zit, namelijk dat je voor 12 uur moet gaan slapen. Ik zal hem nog eens linken onder deze video voor wie hem nog niet heeft gezien. Maar daar wil ik even op terugkeren, zoals ik ook had beloofd. Want hoe meer ik ga leren over het functioneren van mijn eigen lichaam en over het functioneren van het menselijk lichaam in het algemeen en over hoe je op een eenvoudige, natuurlijke manier je gezondheid aanzienlijk kunt verbeteren, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat die slaap zo een belangrijke rol speelt. En dan zeggen heel veel mensen mij, ja, maar bij mij is dat probleem niet, hè, want... Ik heb echt niet veel slaap nodig. En dan denk ik, ja, dat dacht ik ook. Ik was er trots op dat ik mijzelf had getraind om toe te komen met 6 uur slaap. Ik heb er zelfs mee in de knak weekend gestaan. En toch heb ik gemerkt dat als ik dat ben gaan veranderen, dat er op vlak van gezondheid voor mij op alle vlakken heel veel is veranderd. Kijk, slaaptekort maakt je ziek. Slaaptekort maakt je dom. Slaaptekort maakt je oud. Ja, slaaptekort maakt je dom. Het heeft een impact op je hersenen. Het kan er zelfs voor zorgen dat je brein gaat krimpen. Het zorgt ervoor dat je minder geconcentreerd bent, dat je minder in staat bent om goede beslissingen te nemen, dat je geheugen wordt aangetast. Het werkt op alle vlakken en je wordt er dus ook dik van. En hoe komt het nu dat je dik wordt van slaaptekort? Wel, dat heeft alles te maken met je hongerhormonen. Het slaaptekort doet gekke dingen met je hormonen. Onder andere met je hongerhormonen. En je belangrijkste hongerhormoon heet ghreline. En ghreline is een stofje in je lichaam, een hormoon dus, dat een signaal stuurt naar je hersenen om te zeggen dat je honger hebt of niet. En daar is een heel interessant onderzoek naar gebeurd bij een groep studenten. En ze hebben die studenten gebracht naar een slaaplabo. En daar hebben ze die 8 uur laten slapen. En dan hebben ze meteen na het ontwaken hun ghreline niveaus gemeten. En dan hebben ze gemerkt dat die zeer laag staan. En hoe lager je ghreline niveau, hoe minder honger je hebt. Dan hebben ze een paar weken later dezelfde studenten naar hetzelfde slaaplabo gebracht en hebben ze 6 uur laten slapen. Ze hebben opnieuw onmiddellijk hun
ghreline-niveaus gemeten en ze hebben gemerkt dat die zeer hoog stonden na 6 uur slaap. Ze hadden ook allemaal duidelijk honger. Conclusie: de hoeveelheid hongerhormoon ghreline bepaalt of controleert jouw honger. Dus controleert ook jouw cravings. Vandaar komen die cravings dus. Dus dan ga je uiteraard meer eten, want je voelt, je krijgt het signaal, je hersenen zeggen heel duidelijk, je moet eten. Je hebt energie nodig, je bent moe, eet. Oké. Wat heel interessant is daarbij, is dat een aantal weken later hebben ze opnieuw die studenten naar het labo gebracht. En hebben ze hen verteld dat ze hen 6 uur zouden laten slapen. Maar in werkelijkheid lieten ze 8 uur slapen. En wat gek is, na het ontwaken hebben ze de ghreline gemeten en ze stonden allemaal hoog. Hoe kan dat nu? Wel, die studenten hadden dus hun hersenen al geconditioneerd dat ze maar 6 uur zouden slapen en dat dus hun hongerhormoon hoog zou staan en dat ze dus honger zouden hebben. Zo bijzonder gaat dat in zijn werk in ons lichaam. Toch wel apart, niet? En dus het advies dat je van je oma, tenminste wat ik van mijn oma kreeg, van je moet 8 uur per nacht slapen, is een fantastisch advies. Kijk naar de natuur. Als we even teruggaan in de tijd, toen we nog geen kunstmatig licht hadden en toen we nog volgens de seizoenen en volgens het dagritme leefden, dan in de winter was er veel duisternis, weinig licht. Want, dat ben ik vergeten te zeggen bij die studenten daarnet, het is niet alleen het aantal uren slaap dat je ghreline niveau gaat bepalen, maar eigenlijk het aantal uren duisternis. Dus als je slaapt, kun je maar beter slapen in het duister. Ik keer even terug. Dus de natuur. In de winter is er meer duisternis, is er minder daglicht en is er ook minder voeding. Enfin, vroeger was dat zo. Voedsel was schaarser in de winter. Toen stonden onze ghreline levels laag. In de zomer tegenovergestelde. Langere dagen, minder duisternis, ghreline, meer voeding, meer voedsel voorhanden, ghreline niveaus hoog. Wij zijn gemaakt, onze biologie zit zo in elkaar, dat we in de zomer meer moeten eten en dat we wat reserve moeten opslaan in de vorm van een vetlaag voor de winter. Nu, want onze biologie is niet helemaal mee dat wij nu heel het jaar door aardbeien kunnen eten en dat alle voedsel het hele jaar door massaal voorhanden is. Oké, ik denk dat ik mijn punt heb duidelijk gemaakt. Dus wat kun je doen om van je cravings af te geraken? De goede raad van je oma volgen en 8 uur per nacht slapen. Hoeveel slaap jij nodig hebt, dat is echt afhankelijk van persoon tot persoon. Dat weet ik niet. Maar in elk geval, het zit tussen de 7 en de 9 uur. Oké? Ook belangrijk is dat je slaapt tijdens je recuperatieuren. Dat betekent tussen 10 uur 's avonds en 2 uur 's morgens. Want dan recupereert je lichaam. Dan herstelt je lichaam zich. Dat zijn de uren dat je het moet meepikken in je slaap. Dus het is beter om wat vroeger te gaan slapen dan om wat vroeger op te staan, dan wat later te gaan slapen en later op te staan. Dat is een heel ander verhaal voor je lichaam. Je krijgt hele andere informatie, gaan je hormonen hele andere dingen mee doen. Dus het is een heel goed plan om in je agenda te noteren om 3 keer per week om 10 uur te gaan slapen. Begin daarmee. En bouw die routine op. Routine is heel belangrijk wat dat betreft. Voor onze gezondheid en dus ook voor je slanke lijn. Even kijken, wat zijn nog tips die ik kan meegeven? Oké, oh ja, doe geen dutjes overdag. Vermijd ook het gebruik van koffie, cafeïne, theïne, nicotine en alcohol dicht bij bedtijd. Eet 3 uur voor je gaat slapen niks meer. Doe de keuken op slot. Zorg dat je er niet meer bij komt. 3 uur voor je gaat slapen. Zorgt voor een veel betere kwaliteit van slaap. En dat zijn de belangrijkste dingen. Ik kijk nog even op mijn lijstje. Nee, dus slaap je mooi, slaap je sexy, slaap je slim, slaap je slank, slaap je jong.
is een heel eenvoudige tip waarmee je gezondheid en je body aanzienlijk kunt verbeteren. Voilà, ik hoop dat dit een... dankjewel. Ik hoop dat dit een interessant inzicht is voor jou. Als je aan mensen denkt voor wie dit inzicht ook interessant kan zijn, tag ze even of deel de video even. En ik ben heel benieuwd naar wat jij erover denkt. Wat zijn jouw gedachten hierbij? Welke vragen heb je voor mij? Ik lees je graag. Als je nog meer van deze tips wil, hou dan deze pagina zeker in de gaten. Je kunt je eventueel abonneren of aanklikken dat je wil verwittigd worden als ik een live video breng. Ik vind het altijd leuk om mensen live te zien. Zoals nu heb ik Isabel en Greet. Hallo, hallo. En ik had er nog eentje, maar ik zie niet meteen wie dat is. Even kijken. Oh, soms toont Facebook het en soms ook niet. Maakt niet uit. Blij dat jullie er zijn. Zeg, zorg ook voor de mensen natuurlijk die uitgesteld kijken. Zorg goed voor jezelf, want dan kun je ook beter zorgen voor anderen. En dat is toch allemaal een beetje onze plicht, is het niet? Oké, ik zie je heel graag een volgende keer. Heb een mooie dag en tot de volgende. Bye bye.